Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. En de laatste vijf meter slide hij gewoon over zijn knieën met zijn been. Achter zich aan slepend. Over het bloed hete kunstgras in Leeuwarden. Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt 2 keer 5 één verliezing. Waarom stel je dan deze vraag? Degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Hallo allemaal. Goed jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie. Waar het normaal gesproken een persconferentie is, waarin twee journalisten van de derde helft, de gast van afgelopen weekend, het Hemd van het Lijf, vragen. Is het nu een editie met alle vragen van onze volgers aan ons. En ons is in dit geval Tim Pepijn en mijzelf. Gijs Snijboon is namelijk afwezig die zich echt in volle vaart aan het voorbereiden op onze live show in Tivoli op 4 juni. Dit is echt de generale repetitie dus. Dit is de generale repetitie zonder een van de hoofdrolspelers is niet zo vaak voorgekomen denk ik. Terwijl het is eigenlijk ook helemaal niet de generale repetitie want dit is niet wat de live show gaat zijn. Maar je hebt toch ook altijd bij voetbal van uh, Feyenoord heeft een slechte generale repetitie gehad in aanloop naar. Ja, want ze hebben gelijk gespeeld tegen Kozak Boys. Ja, terwijl ze ja. niet daarna ook weer tegen Kozakken Boys moeten, toch? Dus er is in voetbal eigenlijk nooit een generale repetitie. Nee, tenzij je... Jawel, tenzij tenzij je, je gewoon gaat oefenen voor de bekerfinale... gewoon Ajax-Feyenoord gaat spelen. Nou ja, of je speelt in de Europa League finale tegen Feyenoord... als je Ajax bent. En je speelt daarvoor ook tegen Feyenoord in de competitie. Dan kan het een generale repetitie zijn. En het moet wel in hetzelfde stadion zijn ook, toch? De kans is vrij klein dat dat gaat gebeuren. Um, Oké okay jongens, ik ga maar meteen beginnen met de vragen van onze... Luisteraar. Leuk, Gijs. Uh, Te beginnen met een vraag van Jesse laagstreepje de laagstreepje 030. Is, als jullie een trailer voor de Eredivisie zouden moeten maken, welke drie momenten zetten jullie in die trailer? Oké, okay, maar trailer van afgelopen seizoen? Dat neem ik aan. Ja. Een trailer van het Eredivisie seizoen. Oh, 2022, nee, maar als je 2023. gewoon trailer van de Eredivisie. Nee, 2022, 2023. Laten we hem dan oh, zo okay. even maken. Allemaal ja. één moment uitkiezen. Ja, ik heb uh, uh, heb jij er iedereen al? Ik heb een perfect moment. Tim? Um, de persconferentie van Alfred Schreuder dat hij boos wordt op die journalisten van ik hou mijn man niet meer en zo weet je wel ja? um, ik ben er helemaal klaar mee weet je waarom het was natuurlijk vijf jaar Ajax hè gewoon uh, super dominant. en dan als je dan een, een trailer gaat kijken van het eerste daarna dan hoop je natuurlijk dat er iets dat Ajax ja. ten onder gaat en bij zo'n trailer heb je altijd toch tou, 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 van ja, de superspannende ja, ja. muziek dus ik zie dan voor me zo tou, tou, ik hou mijn man niet meer Snap je? Dus en dan heb je als luisteraar, als je die. Van, oh, de hoofdrolspeler die heel goed was, ja. die heeft iets Ja, tegens, ja, ja, slag. ja precies. Ja. Hij houdt zijn mond niet meer. Ja, <laughs> ja, ja. Dat, dat heb je dan. Ja. 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 Dus ik denk dat dat echt een hele goeie is. Oké. Okay. Ik wil ook wel even iets uit het rijtje dan in onze trailer. Mm -hmm. En dan wil ik eigenlijk een heel. Dat zijn twee fragmentjes, maar een hele korte knipper tussen. Ja, waardoor en, het een soort van één fragment is. Ja, dan zeg maar het beginseizoen. Yumas uh, die uitlegt hoeveel zin die heeft in het project, in het project geloof oh, en, dan, oh, ja. en dan gelijk knip. Short Ash die uitlegt dat die post dat Jumas mee ophield, niet zo bedoeld oh, was oh, ja. met ja. zijn luifel. Dus dan even. Nou, ik zou dan denk ik doen. Het... Ik zou dan denk ik die post doen als tweede knipje. Gewoon, ja. snap ik je? Dus je. Dus ik heb op, heel ja. veel zin. In. Ik ben weg, weet ja, je wel? En dan als, als kijker zit je. Wat gaat hier tussen ja, deuren allemaal gebeuren? Ja, heel, heel benieuwd. En heb, dan wil ik graag het allereerste fragment toevoegen van deze drie luik van fragmenten. Oh, ja? positief beginnen, ja. namelijk een aankondiging van een nieuw seizoen, dus ook aankondiging ja. van nieuwe spelers en dan met ja. name Robin Ruiten bij Cambio. <laughs> Dus je hebt, ja. even de situatie schetten voor de mensen, dat is mijn favoriete clip van letterlijk 2023. Waar je ook naar kijkt. Maar zullen we die niet, uh, wil je die niet laten zien bij de live show Die wil ik ook wel laten zien, maar ik kan oh, het eerst ja. beschrijven. Oh, ja. Ja, 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 dus ja. voor de mensen die niet meer in Tivoli passen, want het is helemaal uitstijver uitverkocht natuurlijk. Ja, zijn er nog enkele Zoek kaarsen. het even op op de social media van Cambuur. Uh, je ziet een shot, bloedhete dag, ergens denk ik augustus of zo En ja, ja. de nieuwe spelers van Cambuur worden aangekondigd. En waaronder Robin Ruiter de 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 Open dag denk ik toch? Open dag, dus ja. er zitten redelijk wat fans op de tribune. Het stadion van Cambuur is niet heel hoog. En uh, je hoort de stadion en Ik ga hem proberen na te doen, maar kijk vooral zelfs. En hier is onze nieuwe keeper, Robin Ruiter! En je ziet een soort metalen kabel gespannen van de top van het stadion... Ja, dus het ging een kabelbaan. Als ...naar zo. de middenste. Ja. En... Waar, waar het is alsof dat je vanaf een, vanaf een caravan gaat, gaat ja, ja. En je, en je ziet Robin Ruiter springt van een of <laughs> andere commentatorbox af... Ja. ...en je hoort, zo... je hoort zo... Je hoort dat ding... Geluid maken, die kabelbaan. En hij komt op een gegeven moment, moet hij dus landen. Maar ze hebben volgens mij niet echt rekening gehouden met zijn gewicht. Dus die kabelbaan, die zakt een die beetje door. Is. En de laatste vijf meter, sluit hij gewoon over zijn knieën met zijn benen. Achter zich aan, slepend over het bloedhete kunstgras in Leeuwarden. En dan gaat hij erop staan en sluit hij zich aan bij een rijtje van nieuwe spelers. Zij... Ik vind dat. Zo geweldig. Ja, ze hadden waarschijnlijk het gehoopt dat hij net als een parachute gaat landen. Dat je wel heel snel ja, rijdt. Ja, 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 dat hij heel was, smooth Dat ze hem niet verteld. En dit is natuurlijk ja, ook symbolisch. Hij is te lang. Misschien hadden ze het wel uitgerekend daar ergens. Maar het hadden niet rekening gehouden van die benen van de, oh, ja. de ander af en mee. Dat, is, dat, dat, je, dat hij gewoon 10 centimeter gekromp is door dat, door dat kunstgras. Dat, <laughs> dat hij gewoon 1,80 was. En dan allemaal afgesleten ja, is in zijn En dus toe, 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 En dan rol weer uit. Ik hou mijn mond niet meer En dan boer ik heel eens met de post. Dat is wel representatief. Ja. Toe, 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 niet, niet onaardig beantwoord, denk ik zo. Maar yes, ja. een 0, nul. 0 de, nul dertig. Oké, jongens. Volgende vraag van uh, YW94.040. Die wil weten welke voetballer of oud-voetballer... de ultieme doorbitch is... voor de live show van de derde helft in Tivoli. Wat is een doorbitch? Is dat een uitsmijter? F ik zie dat altijd voor me van iemand die de gastlijst in ja, de Ja, maar heeft. ook iemand waar je geen ruzie mee moet maken. Zeg maar... Of is dat alleen de... Zeg met de, de doorbitch alleen de... Als je stampeij gaat maken dat zij de uitsmijter erbij roept. Dat denk ik. Dat denk ik. Oh, dan heb ik de verkeerde in mijn hoofd. Ja, dat, ik denk dat jij beter zit bij. maar we kunnen ook uitsmijter doen, Tim. Zeg maar of je doorwitje of uitsmijter kiest. En ja, dan maar ik weet niet wat een doorwitje is. Oké. Okay. Doe dan maar uitsmijter. Uh, uitsmijter zou ik wel uh, uh, Matthew Ryan, die keeper, Jezus, van, uh, ja. keeper van AZ. Want het is altijd enger als ze niet Nederlands spreken. En uh, hij, als hij een bomberjack aandoet, is hij dus ongelooflijk breed. Want ik heb een keer een foto van hem gezien toen AZ in Europa doorging tegen andere leggen. en dan zag zo'n kleedkamerfoto, weet je wel? Ja. En hij was één Bonk, ga niet gewoon. Maar ja. het probleem is dan wel met de bombijek als hij binnen staat, dat hij heel moeilijk buiten komt. Ja maar hij staat, hij staat buiten. Hij staat gewoon de, buiten. Dat is de doorbeet. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus ik ik schrik, hij is, vind, ik... Hij, is, hij staat gewoon voor die ingang. Gewoon, hij is de deur, weet je wel? En dan, <laughs> hij <is> de deur. <laughs> en dan gaat hij zo draaien. <laughs> <En dan> <laughs> <Okay>. <laughs> maar ik vind het altijd nog veel enger als mensen die er niet gevaarlijk of ja. niet, niet sterk uitzien en die echt vreselijk eng zijn. Dat heb ik een beetje met Nafarone voor. Ik denk dat hij van die gekke vechttechnieken heeft. ja. Zo'n heel lang mes heeft hij zo'n in zijn zak. Ja. <laughs> ja. Nou, voor voor die daar dan nou zo heel klein, ielig staat, maar je zegt één ding, even slag ja, aan. Je ja, hebt, je hebt toch zo van die messen die zo scherp zijn, dat als je gestoken wordt, dat, dat je, je de je eerste paar merkt. seconden niet eens voelt. En dan in één keer allemaal bloed. Dus dat heeft voor ja, dus als, je, na, als je romp in twee wordt gesneden, dat je helemaal niet door hebt dat je romp afvalt, <laughs> ja. dat je wil lopen, dat, dat je <laughs> hey, benen zo hey, weglopen. Je, je, zo... <laughs> je loopt gewoon weg. <laughs> ja, je benen gaan gewoon naar huis. Die gaan gewoon fietsen en zo. zo scherp mensen. <laughs> ja. Je hebt er niet eens door. Nee, ik zat te denken aan... Uh, het is wel echt een usual suspect. Maar ik heb vanmiddag zo ongelooflijk genoten van Michiel Kramer. Die met een zonnebril en zijn haar <laughs> zo strak in de lak... het, het kunstgras van Kambuur ging inspecteren. Ik zou dat echt heel fijn Je hoeft vet. bij Michiel Zondag Kramer lachmiddag. ook helemaal niet op die, uh, die VIP-lijsten te staan. Ja. Je moet gewoon zo hand geven waar zo'n briefje ja, van geld ja, in ja, zit. Ja, en ja, ja. Maar wel van vijf is al genoeg. Ja, beetje, <laughs> Kom maar binnen, joh. Ja. Geniet, oké okay, jongens. Laatste vraag. En niet zomaar een um, vraag. Of niet laatste vraag, moet ik zeggen. Maar een vraag van Indicatini. Uh, die wil weten welke ploegen dit seizoen nou het beste gedaan heeft. Relatief. Ja, in de eredivisie. Ja, ja. Dus van wie is het, hun positionering het knapst? Ja, precies. En we hadden toen die idee, laten we er even een ranglijst ja, even maken. Ja, even een voorbeeld. Dus het kan dus zijn dat je vindt dat Sparta die zesde wordt. Ja. Dat dat knapper is dan Feyenoord die kampioen wordt. Precies. Ja. Dus wij gaan eigenlijk de echte ranglijst maken. Ja. ja. En dan vind ik ook dat degene die het hoogst eindigt, is ook gewoon Champions League. Ja, wordt. precies. Ja, ja, vind ja, ja. ik ook. Ja. Oké. Okay. Hoe gaan we dit aanvliegen? Gijs jongens? moet dit wel even goede baan leiden. Um, ik ga mijn best doen. Dus jij hebt een stift in de hand en dan kruis je af. Als Zal we... ik voorzetjes geven van de ploegen die ik denk. en jullie zeggen ja of nee. en dan komen we er zo uit? Ja. Schrijf, jij, jij schrijf, wij, wij vinken ze af als ze gehad hebben. en jij schrijft de, 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 de positionering. De, ja. de echte ranglijst. Maar we kunnen het best gewoon beginnen misschien. Bij, nee, wie vinden wij dat het relatief het best gedaan heeft? Bij mij komen in me op. Volendam op plek 14, RKC op plek 9, Sparta op plek 6. Ja, een van die drie. Ik zou F... en, en Feyenoord kampioen, want dat had ook niemand verwacht. Die moeten we wel noemen. ik had okay. het wel verwacht, okay. dus ik zeg Sparta. Jij zegt Sparta plek 6. Ik vind RKC belachelijk. RKC op 9? Ik vind RKC knapper. Oké, okay, maar dan RKC... heeft Gijs Veto, vind ik. Uh... Ja, ik ja, maar ik op. vind Sparta op plek 6. Ja, oh, Maurice Stijn, ja. waar die vorig jaar vandaan ja. kwam. Weet je wel, mijn pijn. We zetten hier ja. op 1. Sparta Sparta's 1. kampioen. RKC 9. Ja, dan, dan, dan hebben we okay. toch RKC meteen tweede? Ja, RKC 2 ja. RKC tweede, RKC tweede. Dus die gaan Champions League voorronden? Ja. Nummer 3. Um, Excelsior, Volendam, Feyenoord. Mm. Go Eagles op 11. Ja, ook. En we nemen niet Europees mee, Ik heb het idee dat veel meer clubs het beter hebben gedaan dan verwacht. Maar dat kan natuurlijk uiteindelijk niet. Nee, net als dat iedereen denkt dat ze beter rijden dan gemiddeld. Ja, <laughs> slimmer zijn dan het gemiddelde. <laughs> ja, precies. Nee, ja. hey, jullie denken dat. Um, ik beetje neiger... op Fortuna. Veer, uh, sorry, um, Volendam, 14e. Nee. Want als je ziet wat daaronder is geëindigd, je ja, alleen Groningen. Maar dat, dat leek natuurlijk werkelijk wel helemaal naar. De... Ik, vind, ik twijfel tussen Go ahead en Feyenoord. Ja, ik ook. Ik ben het daar mee eens. Welke kies jij? Ja, jij mag het weer. Uh, jij mag de doorslag geven. Wij zeggen Go ahead, Feyenoord. Dan vind ik uh, Stiekem nog wel Feyenoord. -koper. Ja, ik ook. Ik ben het daar helemaal mee eens, Gijs. Lekker. Dus Feyenoord Europa League. Feyenoord wordt drie. Maar dan kunnen we toch automatisch zeggen Go ahead. Go ja, ahead. 4. 4. Ja, ja. Is goed. René Haken, Europees uh, Leuk. Volendam Excelsior, één van die twee, vijf? Is dat eerlijk? Dat denk ik wel, want uh, ja. ik denk dat Volendam zeker ver boven heeft kunnen hebben gepresteerd, nog ja. meer dan Excel. Ja, ja, vind ik. Ik ben helemaal eens, Gijs. Ja. Volendam Excel. Ik bijna ook. Ja, ik ga ik sla Vijf en zes zijn Volendam en Excel. Kijk, nu begint het lastig te worden, want nu ligt het allemaal vrij dicht bij elkaar. Ja, mag, ik, mag ik dan eentje opperen? Ja, FC Twente. Ja, 7. ja, Leuk. Ja, ja, ja. ja. ja, wilde ik ja ook te gek. Zeven ja, 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 ja. is FC Twente. Dan en altijd. dan ga ik kijk ik toch weer een beetje naar onder. Oh, ik kijk ook een beetje naar AZ, hoor. Ja, daarom. Ik twijf, ja. Daar wilde ik over. Ik, ik twijfel Fortuna of AZ. oké. Okay. Mm, en NEC dan? Twaalfde? Nou, nou, ik vind, ik vind Fortuna, Fortuna knapper. 13 dan NEC ja? 12, ja. Maar ik vind AZ ook weer niet 9 hoor. Nee, oké, okay, maar dan doen we nee, Fortuna doen we... AZ NEC. Ja? Nee, Toch? of AZ, AZ Fortuna NEC. Ik vind, vind AZ ook wel. Nou, hebben ze bovengemiddeld gepresteerd? Dat vind ik wel. Ja, en ook, mogen we ook een beetje kijken naar het voetbal dat ze hebben laten zien? Ja, dat vind ik wel. Het voetbal wel, maar niet AZ, Europees. AZ achtste doen dan? Maar wie, wat hebben we nu op zeven dan? 20. 7 hebben 20. 8 AZ. Ja. en dan zou 9 Fortuna worden en 10. Okay. NEC. Oké, okay, 8 AZ, 9 Fortuna. En aanvoerder, rechter rijtje. NEC. Elfde. Mm. Dit is eigenlijk iets onder verwachting, hè, wat we nu bereiken. Ja ja dit is eigenlijk precies naar verwachting en ja. daar vind ik daar mogen we over Utrecht gaan spreken want ja, 7e 7e is, 7e, ja. ja, ja. dat is ja. precies en dan Utrecht is Heerenveen ook. eigenlijk ook 12 de achtste geworden ja, ja, vind ja, ik ook ja, ja. Eigenlijk, ja. eigenlijk nog iets boven gezien begroting. maar daar gaan we dan nee. weer niet naar kijken in deze nee Waar, wie hebben we nu nog over ga Even eens even recap we hebben nog over AX en PSV Vitesse Emmen Cambuur en Groningen dus ik vind eigenlijk Emmen op 16. is dat knapper ja. dan Vitesse op 10 of PSV op 2? Nee, nee. Nee. Ik vind PSV ik, 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 op te... Vitesse M, zou ik zeggen. Nee, nee sorry. Vitesse, Vitesse, PSV. Nee. nee, Vitesse PSV M. Ja? Maar dan zeg je dus dat M echt best wel onder kunnen hebben gepresteerd. Ja, dat hè? is ook wel. Weer. Emme, we zitten lastig met nee. M. M eerst. M, PSV ja, vind Vitesse. M 13e. Ja? ja? En PS... dan 13 PSV 14 Nee, ik vind dat nog wel. Mm. Ja, eigenlijk moeten die gewoon. Ja, want Vitesse 10. Ja, maar aan als Vitesse 5. Kant... PSV was... moet er onder man. Want, want eigenlijk zouden zij gewoon Feyenoord hebben moeten verslaan, toch? Eigenlijk. Ja, Maar aan de andere kant, voor het seizoen, behalve wij, zei iedereen AX-kampioen PSV 2. Ja, dus toch gewoon naar, naar, naar behoren. Naar maar goed, nu gaan ze eindigen op plek uh, 14 of 15. 15. Ja, maar dat komt omdat de rest blijkbaar best een goed seizoen heeft gehad, Pepijn. Ja, oké. Okay. Dus? Uh, dus ms is 13 Maar grappig dus ja. dat die top 3 terugwerkt. Ja, om, ik, vind, nee, naar ik, de vind, de ik vind kijkt. PSV wel echt beter dan Vitesse uiteindelijk. Ja, dat, ja? Nou, dat okay. zeiden we dus. dus MS, PSV 14. M, PSV. Ja. Vitesse 15. Ja. En dan hebben we nu na competitie en degraderen drie ploegen over Ajax, Cambuur en Groningen. Mm -hmm. Nemen we niet te veel het beeld rondom de club mee in deze ranglijst? Want Ajax derde... Laten we even nieuw beginnen dan. <laughs> <laughs> oké, okay, um... Ik stem dat Cambuur dan eigenlijk nog de play-offs mag spelen. Dat 16e einde. En wie en wie en dan Groningen Ajax. Ajax Ajax Groningen. Groningen echt. Groningen is wel echt. Ja. Groningen echt Groningen laatste. Groningen blijft laatste. Oké, dus Groningen ja. Ajax 17e. Ja. Die gaan ook direct uit, zeker. Cambuur mag het nog proberen. Ja, hartstikke leuk hoor. Ja, dus dit is de officiële ranglijst. Moet ik nog even opnoemen voor Ja, leuk. To recap. Ja, en dan kunnen ja, dus dan dan wordt dat de afsluiting denk ik van de uitzending. Ja maar dit is namelijk wel dit, weet je waar ik me namelijk ook altijd aan stoor? dat die Johan Cruyff of die trainer van het jaar is dan altijd een van de topclubs weet je maar dit is eigenlijk gewoon uh, hier mag je ook de trainer hier, van het jaar los gewoon mee op ja. want de dus trainer is van gewoon, het jaar is Stijn. Stijn is gewoon trainer ja. van het jaar leuk Moristijn en Sparta Eén, RKC twee Feyenoord drie Go Ahead Eagles vier, heel knap. Volendam vijfde, Excelsior zesde. FC Twente zevende, AZ achtste. Middenmoot, Fortuna negende, NEC tiende. Utrecht elfde, Heerenveen twaalfde. FC Emmen dertiende. Uh, PSV veertiende, Vitesse vijftiende. Cambuur zestiende, Ajax zeventiende. En Groningen achttiende. De echte eindstand van de Eredivisie. En wie, wie zijn er dan dus op hun plek geëindigd? Groningen? Het, ja, Groningen. Groningen? Groningen? Alleen Groningen? Ja, dat is de enige. Waar is Zeker. NEC dan? De twaalfde eindigt in de stand. En in onze echte stand ja. staat de tiende. Oh, oké, okay, oké. Okay. Wat Vast zit er nog leuk. meer dicht bij elkaar? Ja, die middenmoot zit redelijk dicht bij elkaar. Twentus, dus vijf en zeven. Aze Sparta, zes en één. Ook nog redelijk dicht bij elkaar. En het meest uit elkaar? Ajax. Ajax, drie en zeventien. <laughs> Heel leuk, dit. Ja, echt leuk. Heel leuk. Vraag in die cantine. Uh, jongens, dankjewel. Laatste persconferentie van dit seizoen. Um, over een paar dagen is het zover. Ja, Jezus. Daar gaan we. Tivoli. Wedstrijdspanning? Nee, ik heb wel. Ik, ik, heb, uh, ik denk dat het wel gaat komen, maar Tim ik heb wel het voor hetere vuren ja, gestaan in de god echt. weet waar, toch? Ja. Kerken in Hierogewaard of zoiets. Ja, ja. Ja, ik heb wel echt erg dingen meegemaakt. Het voelt wel, wel als een thuiswedstrijd. Mensen komen voor... nou wel voor mij. <laughs> <laughs> en met die goede woorden sluiten we deze laatste persconferentie af. Bij bedankt, Tim bedankt, kijkers en luisteraars bedankt voor jullie vragen en bedankt voor het kijken, natuurlijk. Tot hopelijk tot aanstaande zondag. Dag.